Ik ben in 2 jaar 50 kilo afgevallen. Tijdens deze reis heb ik mezelf beter leren kennen. Maar ik ben er ook achter gekomen dat je niet dun hoeft te zijn om gelukkig te worden. Van bijna 119 kilo bracht Katie haar gewicht terug onder de 70. Het roer ging om. Toen ik op een dag zag hoeveel strijd ik had en ik dat me realiseerde, ben ik begonnen met Sonja bakkeren, omdat ik wist dat er een knop om moest. En eigenlijk qua sporten ben ik gewoon simpelweg gaan wandelen en hardlopen en heel veel dansen, want beweging is beweging. In de regio Den Helder is overgewicht een groot probleem. Groter dan in de rest van de provincie. Onder volwassenen, maar zeker ook onder kinderen. En daarom probeert de gemeente kinderen al vroeg aan het sporten te krijgen en te begeleiden in een gezonde levensstijl. In Den Helder zijn kinderen, met name in de leeftijd 10, 11, te zwaar. Ja, Den Helder is een stad, een kleine stad, maar wel grootstedelijke problematiek. Armoede ligt hier hoog. Er zijn ook veel gezinnen, veel eenoude gezinnen. Je kan je ook voorstellen dat er veel stress is. Er moet hard gewerkt worden om alles rond te krijgen. En dan is het niet altijd even makkelijk om er een gezonde leefstijl op na te houden. Het lukte Katie om het overgewicht achter zich te laten en het roer omgooien bleek een goed besluit. Jarenlang ben ik echt onzeker geweest over mijn gewicht en over mijn uiterlijk. En toen ik zeg maar verandering zag aan mijn lichaam, was ik mega enthousiast over het feit dat kleding leuker stond bijvoorbeeld. Want ik hou echt van winkelen en als kleding dan leuker zit, maakt dat het al leuker. En het zorgde gewoon voor dat ik door wilde gaan om een doel te bereiken. Ik was op zoek naar een manier waarop ik zelf gemotiveerd zou blijven, maar ook anderen zou kunnen motiveren. Omdat de mensen in mijn omgeving heel erg enthousiast waren over het feit dat ze in die eerste paar kilo's al verschil zagen. En daarom koos ik ervoor om Instagram-account te beginnen. De transformatie laat ze haar volgers op Instagram zien. Het proces naar de fitte versie van zichzelf heeft haar veel geleerd. Ik ben erachter gekomen dat ik meer doorzettingsvermogen heb dan ik dacht. En ik ben veel positiever dan ik hiervoor was. Ook ben ik erachter dat je niet per se dun hoeft te zijn om maar goed in je vel te zitten. Want dat is onzin. Geluk komt van binnen. En dat is dan ook mijn doel op het moment. Sterker worden lichamelijk en mentaal.